De ontwerpwet fiscaal identificatienummer is gisteren door de Nationale Assemblée met algemeen 33 stemmen aangenomen. Niemand stemde tegen deze ontwerpwet. Deze wet beoogt het fiscaal identificatienummer FIN flexibel te maken door het aantal cijfers niet langer expliciet in de wet te vermelden. Hierdoor hoeft de wet niet telkens te worden aangepast als het aantal cijfers van het FIN verandert. NDP-parlementariër Rabinder Parmisser haalde aan dat zijn fractie meewerkte aan de goedkeuring van deze wet, gezien het nationaal belang dat daarmee gepaard gaat. Deze wet is door ons toen der tijd geconcipieerd behandeld. En dat van 8 naar meer, daar moeten we zonder mee aan meewerken, zodat de Belastingdienst die belemmeringen ondervond, dat weggewerkt wordt. Ja, toch? En dat is in nationaal belang. En daar moeten we allemaal aan meewerken. En ik hoop conform de toezegging van de minister dat er verder gekeken wordt naar de verdere professionalisering van de dienst. Om te beginnen met wat betere salarissen voor de mensen die al hard werken. Goed. De minister is iedere keer van, ja, de mensen werken hard, dat boom. Maar laat me zeggen dat net aan Moesje Parijs. VHP-parlementariër Mahinder Kumar Jogi zei dat de overheid op een goed spoor is als er gekeken wordt naar de vorderingen bij de Belastingdienst. En wanneer de minister erkent en waardeert dat de medewerkers hard werken, hun best doen, de minister heeft gepresenteerd cijfers van targets die gehaald zijn. En wanneer we de informatie hebben dat heel binnenkort de Belastingdienst beter gehuisvest wordt. Stemmotivering. Ja, voorzitter. Dat de douanedienst beter gehuisvest wordt, voorzitter. En met de wijziging zoals hier gebracht door de regering en door het parlement behandeld, voorzitter. Dat we inderdaad denken dat we op spoor zijn en een goed traject afleggen. En wij roepen op inderdaad om te stemmen, voorzitter, voor dit ontwerp. En daarmee de mogelijkheid te creëren om dit te verheffen tot wet, voorzitter. Dank u. De ontwerpwet fiscaal identificatienummer is op 21 mei ingediend door de regering.